Oké, dag 1 van de 3 vergiften. Nou, ik zat er vandaag gelijk al goed in. Ben nu onderweg, maar ik heb de hele dag thuis gewerkt en ik super veel gestrest. Echt super, echt een soort gevoel van gevangen geraakt te zijn in alle dingen die ik nog moet doen. En een soort constant gevecht dat ik altijd heb met mijn e-mailbox. En ook iets wat ook in de afgelopen 10 jaar dat ik ondernemer ben, 1 keer in zoveel tijd gebeurt. Namelijk dat ik gewoon geen geld heb. Dat ik gewoon een vergissing heb gemaakt of wat dan ook. Waardoor ik gewoon geen geld heb. Wat dan zeg maar het idee van dat ik nog harder moet werken en nieuwe dingen moet uitzetten. Alleen maar versterkt. En als een kip zonder kop zit ik dan uiteindelijk gewoon achter mijn computer te stressen. En het grappige vandaag dat er ook een musje verscheen voor mijn huis. We hebben een nestkastje hangen. Die de hele tijd op het raam zit te tikken, al dagen. En in 1 keer bedacht ik me dat ik dat even kon googlen. En toen blijkt dat vaker te gebeuren. En wat is dan het geval? Zo'n beestje, zo'n koolmeisje in dit geval, denkt dan een concurrent te zien in zijn spiegelbeeld. In dit geval onze raam. En het beest is echt al dagenlang bezig met zichzelf aan te vallen en te vechten met zijn eigen schaduw. En toen heb ik er ook een filmpje van gemaakt van en vandaag. En toen dacht ik ook van hoe, soort van typerend, van hoe ik mezelf echt kan opfokken en hoe ik kan voelen. En omdat ik denk ik met de 3 vergiftig bezig ben, was het ook te voelen hoe de een de ander voedt. Dus vanuit mijn idee van ik heb niet genoeg, ik heb geen geld, vanuit een soort van begeerte, hebzucht, weet ik veel wat, word ik dan ook boos op mezelf dat ik niet hard genoeg werk, of dat ik dingen niet goed heb aangepakt of opgepikt. En dat, ik denk sowieso stress, dat echt, volgens mij is dat echt een soort de baby van die 3, want je raakt er echt in vast. En wat ik dan meestal doe is nog harder duwen, maar misschien ook omdat ik hier vandaag mee bezig ben, heb ik besloten toen op te geven. Ik ben met Eddie, mijn hond, de auto in gegaan. We hebben viooltjes gekocht, want voor bloemen is er altijd geld. En ik ga yoga doen. In een poging de dans van de 3 vergiften te ontspringen. Dus we gaan zien of het werkt. Heb je er zin in, Eddie? Eddie yoga? Ja. Oké, tot snel. Deze is mijn little pony. Eee.